Marie, jij woont hier vanaf zomer 2016. Was jij direct verliefd op deze woning? Ja, wij waren op zoek naar een woning met een gebouw of een schuur los van het huis, zodat ik daar mijn eigen salon zou kunnen beginnen. Ja, en dat voldeed dit huis. Dus we werden gelijk verliefd. We wilden het heel graag kopen. En wat was jouw motivatie om een eigen bedrijf te beginnen? Een eigen bedrijf beginnen, ja, dat heb ik al best wel snel, wist ik dat ik dat wilde. Sowieso je eigen ideeën, eigen keuzes. Je hoeft niks te overleggen met iemand. Een stukje vrijheid. Dat vind ik gewoon heel mooi aan een eigen onderneming starten en voortzetten tot nu toe. In mei 2019 heb jij brand gehad in de salon. Wat ging er door je heen en hoe heb je het opgelost? Ja, dat was wel echt even schrikken. Dat was, ik hoorde allemaal gestommel in de tuin en alles stond in de brand. En toen moesten we heel snel schakelen, want ik wilde niet te lang niet aan het werk. Dus toen hebben we besloten om mijn salon tijdelijk in de slaapkamer te verhuizen. En toen ben ik daar eigenlijk verder gegaan tijdelijk. Je hebt de salon nu opnieuw opgebouwd. Bewust gekozen voor twee behandelkamers? Ja, dat was toen de brand was geweest, was de schade zo groot. Toen hebben we maar besloten om het helemaal opnieuw te laten bouwen, want het kon gewoon niet anders. En toen was dus de keus van, wat gaan we nu alleen maar verbeteren? Dus toen had ik zoiets van, dan is het wel heel mooi om hem uit te breiden. En toen heb ik besloten om een extra behandelkamer te laten maken. Er zijn er nogal wat schoonheidssalons, maar wat onderscheidt jou nou van de andere salons? Ja, die vraag krijg ik wel vaker. Nou, sowieso ten eerste bieden wij heel veel verschillende behandelingen aan. Dat is wel iets, denk ik, wat ons onderscheidt. En ook een stukje persoonlijke aandacht. Mensen die zeggen ook echt vaak, wat wij tenminste horen. Ja, je luistert echt naar me. Je voldoet echt aan de wensen. Je neemt de tijd. Dus dat is wel heel fijn. En ook dat stukje huidverbetering met bindweefselmassage en de biopeeling. Dat zijn onze specialiteiten. Zijn het alleen jonge dames die tot je klantenkring behoren? Nee, wij hebben heel veel verschillende klanten. Dat vinden we ook wel heel leuk om te zien. Heren, dames, wat oudere dames, wat jongere dames. Ja, heel veel verschillend. Dus dat vinden we ook heel leuk. Dat betekent wel dat je het erg druk hebt. Red je dat wel in je eentje? Ja, klopt. Het is erg druk. En daarom heb ik ook besloten om een werknemer erbij aan te nemen. En dat is ook gelukt. En dat is Gentle. Ik ben ook super blij met haar. En zij werkt hier nu een jaar ruim. Gentle, wat voor behandelingen zijn er zoal? En geldt dat ook voor mannen? Nou, eigenlijk doen we echt ontzettend veel. Dan kan je denken aan schoonheidsbehandelingen, lichaamsbehandelingen, maar ook bijvoorbeeld de manicures en de pedicures. Verder harsen we. En doen we natuurlijk ook de wenkbrauwen. En wat we dus de laatste tijd ook heel erg merken, is dat mannen uiterlijke verzorging steeds belangrijker vinden. Dus we merken ook dat we steeds meer mannen in de salon treffen, wat ook hartstikke leuk is, want dat zorgt natuurlijk ook weer voor afwisseling. Wat is nou de reden om een gezichtsbehandeling te laten doen? Nou, eigenlijk zijn er heel veel redenen om te bedenken waarom je een gezichtsbehandeling zou ondergaan. Maar wij richten ons wel echt op huidverbetering. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan de biopeeling of de bindweefselmassage. Maar daarnaast voeren we ook acnebehandelingen uit. En richten we ons natuurlijk ook op dat stukje ontspanning in het drukke bestaan waar we allemaal last van hebben. Wij werken met het merk Salonnepro, dat is Nederlands. Het is helemaal vrij van dierlijke stoffen, dus plantaardig. Ook helemaal hip en hot op het moment. En ook wat heel fijn is, is dat er geen parfumstoffen in zitten. En ja, andere stoffen wat je eigenlijk liever niet in een cosmetica merk wil. En het hele fijne is dat het uit een pompje en een tube komt. Dus lekker hygiënisch te werk. Niet onbelangrijk hè, in deze tijd. Je werkt één op één, vrij dicht op elkaar. Wat doen jullie aan hygiëne en met name vanwege de corona? Nou, eigenlijk doen we heel erg veel. We zorgen altijd 24 uur van tevoren dat wij een coronaformulier opsturen naar de klant, waaruit dan ook blijkt of iemand klachten heeft, wel of niet. Daarnaast vragen we altijd bij de binnenkomst of mensen even een mondkapje op willen zetten en of ze hun handen willen desinfecteren. En wij zorgen natuurlijk ook gewoon voor dat wij ons mondkapje dragen en dat we heel erg hygiënisch werken. Zijn er ook klanten weggebleven uit angst voor besmetting? Nee, eigenlijk niet. En ik denk dat het ermee te maken heeft dat wij heel erg alert zijn op alle hygiënemaatregelen. Nou, daardoor is een soort van wederzijds vertrouwen tussen de klant en tussen ons. Omdat we goed op elkaar letten en we weten ook allemaal waar we aan toe zijn. En dat is de reden waarom de klanten dus niet wegblijven. Hoe maken de klanten een afspraak met jou? Ja, dat kan heel makkelijk via de site. We hebben een heel mooi online boekingssysteem. En je kan eigenlijk gewoon aanklikken welke behandeling je wilt op de website.
En dan kom je eigenlijk in onze agenda terecht. En dan kan je op die manier heel makkelijk een afspraak maken. Hoe gaan we nou verder met de corona? Wij blijven positief. En we zien jullie weer in maart. Tot ziens!